hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te spreken. Een woord vooraf. Dit is een grote crisis die in mijn optiek eigenlijk alleen maar vergelijkbaar is met de crisis van de jaren 30. En niet met de jaren 80, zoals in het publieke debat vaak gedaan wordt. Het is een crisis die zijn oorsprong vond in een volkomen losgezongen financiële wereld, waarvan de consequenties nog altijd niet helemaal goed zichtbaar zijn. Ik ben in 2005 begonnen als financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam met onderzoek naar het wel en wee van het Amsterdamse Financiële Centrum in de context van financiële internationalisering. En ik ben in 2007, 2008 in feite mijn onderzoeksobject kwijtgeraakt. Plotseling, zonder dat ik het zelf goed en wel in de gaten had, kwam vanaf de zijkant de enorme financiële meltdown die in de Verenigde Staten begonnen is, maar waar Europese en dus ook Nederlandse banken ruimschoots bij betrokken waren. En we weten nog altijd niet precies wat de consequenties van deze grote financiële meltdown, die op dit moment ook in de eurozone en dus ook in Nederland heel duidelijk reëel economische consequenties heeft, waar die ons gaat brengen. En dat woord vooraf is dus eigenlijk het volgende statement. Ik ga u zometeen in pakweg 30, 35 minuten mijn visie op Nederland in deze financiële wereld presenteren. En het is heel duidelijk wat ik op dit moment van de wereld weet. Dus wat u nu gepresenteerd gaat krijgen is de uitkomst van een zoektocht, een ontdekkingstocht, waarbij ook ik steeds opnieuw verbaasd ben geworden, geraakt door alles wat ik weer opnieuw ontdekte. En ik ben er dus ook achter gekomen dat dit niet zomaar alleen maar een financiële meltdown is in de financiële markten en de bankaire sector, maar dat het wortels heeft die terugreiken tot 20, 25, 30 jaar en misschien zelfs in sommige gevallen wel langer. Oftewel, en dan kom ik bij de eerste slide die u achter mij gepresenteerd ziet, licht of misschien zwaar provocatief, het heeft te maken met de verdienmodellen van landen, van politieke economieën. Niet alleen in Nederland, ook in andere lidstaten van de eurozone en daarbuiten. Denk aan Ierland, denk aan Denemarken, denk aan de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Luxemburg, Cyprus en dus ook Nederland. Dat verdienmodel van Nederland, dames en heren, bestaat in mijn optiek weer op basis van wat ik nu op dit moment van de wereld weet, uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is dat Nederland al jaren, al decennia, sterk heeft ingezet op de exportsector. Het is voor een deel historisch contingent, een historische toevalligheid, dat in de jaren 20, 30, soms eerder en ook na de Tweede Wereldoorlog, Nederland de thuisplaats is geworden van een groot aantal multinationals, die al vroeg de sprong hebben gemaakt naar internationale afzetmarkten, beursgenoteerd werden. En op die manier dus ook via letterlijk lobby, via netwerken, via revolving doors, zoals het in het Amerikaans zo mooi heet, steeds grotere greep hebben gekregen op macro-economisch, industrieel, sectoraal beleid in Nederland. En het is duidelijk dat als je door je oogharen kijkt naar de laatste drie decennia macro-economische geschiedenis van Nederland, dat we te maken hebben gehad met inderdaad een crisis aan het eind van de jaren 70, jaren 80, die sterk het karakter had van een winstgevendheidscrisis. Door stijgende lonen waren de winsten van ondernemingen steeds kleiner en dunner geworden. En we hebben vervolgens, 1982, akkoord van Wassenaar, hier in de buurt in Wassenaar aan de keukentafel van Kees van Leden afgesloten. Via dat akkoord van Wassenaar hebben we een poging gedaan om in ieder geval die stijgende loonkosten in de greep te krijgen en het liefst terug te brengen. Met succes. En sinds die tijd is het standaard recept in Nederland, op het moment dat wij geconfronteerd worden met wegebbende groei, om in te zetten op loonmatiging, loonmatiging, loonmatiging. En daar heb ik wat plaatjes van. Wat we hier zien is de loonkosten in verhouding tot de stijgingen van de arbeidsproductiviteit en daarbij gekoppeld de inflatie.
En wat u hier heel duidelijk kunt zien is dat die stijging van de loonkosten is achtergebleven bij arbeidsproductiviteit en inflatie. En dat heeft als consequentie gehad dat ondernemingen, met name de exportgeoriënteerde ondernemingen, minder kwijt was voor arbeid en dus grotere winsten kon boeken. En dus op die manier ook kunstmatig grotere marktaandelen in hun internationale markten. Dit hebben wij eigenlijk gedaan vanaf de jaren 80. Dit is datzelfde plaatje nog een keer, maar dan uitsluitend de loonmatiging, cumulatief in de 21ste eeuw. En wat heel duidelijk is, is dat de lonen in diezelfde 10 jaar vanaf 2000 10% achtergebleven zijn, cumulatief, bij de stijging van de arbeidsproductiviteit. De resultaten daarvan zijn inderdaad schitterend, want dat is het rare van Nederland. Nederland heeft altijd 2 gezichten. Het scoort heel hoog op alle lijstjes waar je graag als land op wil staan. Groot overschot op de handelsbalans, zeer competitief. Wat innovativiteit betreft eigenlijk ook niks aan de hand. Patenten, wetenschappelijk onderzoek gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. En je ziet dus ook in deze crisis de kampen van deze wereld dit uitgebreid benadrukken. Maar tegelijkertijd, andere kant, ander gezicht, staat Nederland ook heel hoog op allerlei lijstjes die heel wat minder aantrekkelijk zijn om op te staan. En ik zal zo meteen laten zien op wat voor lijstjes Nederland ook heel hoog scoort en waar je eigenlijk veel minder blij mee moet zijn. Die tweespalt, dames en heren, heeft alles te maken met loonmatigingsbeleid, waardoor onze exportsector dus ook inderdaad van wereldklasse is. Maar er hangt een kaartje aan. Dat kaartje is dit. De consumptie van Nederlandse huishoudens is, zien we op dit moment, een heel erg groot probleem. En dat ligt natuurlijk voor de hand. Op het moment dat je in de particuliere sector inzet op loonmatiging, weet je meteen dat de bestedingen van je huishoudens dus ook onder druk komen te liggen. Hier zien we dat afgezien van de periode paars 1, paars 2, tweede helft jaren 90, waar ik zo meteen iets over zal zeggen, eigenlijk gedurende de hele 21ste eeuw de binnenlandse bestedingen van de huishoudens een dalende tendens hebben vertoond en de laatste jaren heel duidelijk negatief zijn. En dat zien we dus ook op allerlei andere staatjes, zoals de staatjes die ik verwijderd heb vlak voordat ik deze PowerPoint-presentatie opstuurde naar het Planbureau voor de Leefbaarheid. Fascinerend aan dat andere plaatje, wat u dus nu niet kunt zien, is dat Nederland ook in vergelijking met andere eurozone-lidstaten op het vlak van huishoudelijke bestedingen achterblijft. Nederlandse huishoudens, dames en heren, en dat moet u toch even tot u door laten dringen, zijn op dit moment, anno 2013, armer dan ze waren voor de introductie van de euro, waarmee ik niet een causale relatie wil suggereren. Die wil ik best suggereren, maar dat vereist een hele andere presentatie. Maar in ieder geval een correlatie wil laten zien. Oké, loonmatiging, exportsector, heel veel successen aan de exportkant, maar negatieve consequenties voor met name de binnenlandse bestedingenkant. Dan het tweede onderdeel van het Nederlandse verdienmodel. En dat heeft hier, dames en heren, alles mee te maken. Schuldgedreven. We weten uit de internationale literatuur, met name de sociologische literatuur, dat er een aantal landen zijn die een beleid bij vallen en opstaan uitgevonden, er eigenlijk over gestruikeld, nooit bedoeld, geen blauwdruk, toch gebeurt, dat idee. Wat in de internationale literatuur privatized Keynesianism wordt genoemd. En dat betekent dat fluctuaties in economische conjunctuur niet zoals in het klassieke Keynesianisme opgevangen worden door de overheid, die via begrotingstekorten en overschotten en oplopende en dalende staatsschulden dat probeert te absorberen, maar dat vooral laat lopen via private schulden. Privatized Keynesianism. Nederland is daar een uitmuntend voorbeeld van. En om dat te snappen, moet ik een aantal stapjes terug doen en u een plaatje laten zien die alles te maken heeft met wat ook de ondertitel van mijn presentatie was. We hebben te maken met een periode van 20, 25 jaar waarin, zoals ik eerder zei, met name de financiële sector buitenproportioneel gegroeid is.
Dit is een plaatje afkomstig uit rapportage van de Financial Stability Board, september, oktober vorig jaar, die heel mooi laat zien wat de omvang van de bankaire balansen en balansen van een aantal andere financiële entiteiten is geweest, afgezet tegen US dollar biljoenen. En wat je hier ziet is dat met name de bankaire balansen van de 20 grootste economieën, inclusief de kleinere Europese Unie economieën, dat die gegroeid is tot pakweg 125.000 miljard US dollar. En dan hebben we het over een omvang van iets meer dan 2 keer het bruto mondiaal product. En dat is gebeurd in een vrij korte periode, want u ziet dat hier achter mij. En daarnaast hebben we een aantal andere entiteiten die ook, waarvan ook de balansen enorm gegroeid zijn. Nederland heeft daar heel flux aan bijgedragen. Nederland is een hele belangrijke, of was voor de crisis, een hele belangrijke speler op allerlei financiële markten. En dat kan je onder andere zien aan de bankaire balansen van Nederlandse banken. Ik heb hier een plaatje geprojecteerd wat dat laat zien. Luxemburg 22,5 maal het bruto binnenlands product van dat land, gigantisch, eigenlijk groter dan Cyprus en dus ook na Cyprus zeer gevaarlijk en kwetsbaar. Maar ook Nederland scoort enorm hoog met pakweg 4 tot 5 keer het bruto binnenlands product. Voor de crisis was het 6 keer, het is inmiddels teruggebracht tot pakweg 4,5 keer het bruto binnenlands product. Een bank als Rabobank heeft een balanstotaal dat ongeveer vergelijkbaar is met het Nederlandse bruto binnenlands product. ING heeft 1,5 maal het Nederlands bruto binnenlands product en zo kan ik nog wel even doorgaan. Oftewel groot, heel erg groot. En ook in Nederland, dit is weer niet afkomstig uit de Financial Stability Board, maar het is wel gebaseerd op diezelfde data. Ook in Nederland zien we een vrij snelle groei van balansen van allerlei financiële entiteiten. Groen zijn de banken, rood, ga ik het zo meteen over hebben, dat zijn other financial institutes, non-bank lenders. En Nederland is samen met de Verenigde Staten het enige land wat meegenomen wordt in het rapport van de Financial Stability Board, waar die non-bank lenders, die other financial institutes, groter zijn dan de bankaire balansen. Wat verklaart die enorme groei van die Nederlandse bankaire balansen? Nou, u voelt hem al aankomen en dat is inderdaad het thema van vandaag. Dat is vooral in onroerend goed gaan zitten. Nederlandse bankaire balansen zijn vanaf het midden van de jaren 90 zo enorm gegroeid doordat Nederlandse banken steeds genereuzer hypothecaire contracten, hypothecaire leningen zijn gaan verstrekken aan Nederlandse huishoudens. Daarnaast, maar simpelweg in termen van schaal, is er natuurlijk heel veel geïnvesteerd in de vorm van leningen in andere vormen van onroerend goed. Winkelpanden, infrastructurele investeringen door gemeentelijke overheden, onroerend goed investeringen bij publieke en semi-publieke instellingen en natuurlijk, wat we hier ook om ons heen zien, de kantorenmarkt. Maar nogmaals, in termen van schaal is dat vergeleken bij de hypothecaire leningen toch allemaal net een flink stuk kleiner. Die hypothecaire leningen zijn fascinerend. Omdat die groei zo heel duidelijk buitenproportioneel begint op te lopen, inderdaad vanaf het midden van de jaren 90. En dan doemt de vraag op, hoe kunnen wij verklaren dat vanaf het begin van de jaren 90 ineens die snelle groei van leningen plaatsvindt? Het dominante object van ongenoegen in het publieke debat is altijd de hypotheekrenteaftrek. Maar eigenlijk moet je constateren, als je naar dit plaatje kijkt, dat dat flauwekul is. Want ook voor 1994 was er hypotheekrenteaftrek. Sterker, hypotheekrenteaftrek was er al vanaf het eind van de 19e eeuw. Dus wat kunnen wij aanduiden als oorzaak van stijging op het moment dat het plaatsvindt? De timing. Mooi rapport, kostenkoper, Kamercommissie, maand geleden gepresenteerd, geeft dan ook aan van ja, dit is wel een faciliterende voorwaarde geweest, maar is niet de oorzaak. De oorzaak is een andere, dames en heren, en ligt bij de bankaire sector.
En dat is weer privatized Keynesianism. Wij kwamen erachter dat het loonmatigingsbeleid negatieve effecten heeft voor de koopkracht, de binnenlandse bestedingen. Onder invloed van banken die zagen dat met name in de Verenigde Staten ze hypothecaire contracten konden verpakken, securitiseren en verkopen om met die verkoop van gesecuritiseerde hypotheekcontracten weer nieuwe funding binnen te krijgen, wat opnieuw uitgezet zou kunnen worden, et cetera, et cetera. Bijna ad infinitum, met daarbij horend natuurlijk fees en andere vormen van inkomsten die dat genereerden voor met name de securities departments van banken, leidde dat tot een akkoord tussen overheid en bankwezen die ertoe leidde dat banken toegestaan werd om hun kredietverstrekkingscriteria enorm te verruimen. Dat is wat we hier achter ons zien. 94, 93, 95, financiële innovatie, nieuwe vormen van hypothecaire contracten. Loan-to-value ratio's die op dat moment gebruikelijk werden van 125% van waarde onder pand. Het betrekken van twee inkomens bij het bepalen van de maximale leenomvang, et cetera, et cetera. En omdat we in Nederland, dames en heren, geconfronteerd worden met ruimtelijk ordeningsbeleid, wat zeer restrictief is in het bouwen van nieuwe woningen, oftewel inelastisch voor stijgende vraag, heb je dus een vaste hoeveelheid, bijna vaste hoeveelheid aan woningen, waar de wachtrij voor langer en langer en langer was, werd. En als je in 94 een pand kocht, zoals ondergetekende, in de hele hippe Amsterdamse pijp, dan had je mazzel. Want dan betaalde je, en ik ga het gewoon maar zeggen, 186.000 gulden voor 90 vierkante meter. Maar als je achter in de rij stond, omdat je veel later geboren was en je een rechtenstudie had afgerond en een mooie baan als aspirant-advocaat bij Looyens en Loef kon krijgen en toch graag in Amsterdam-Zuid wilde wonen en je wilde in 2007, 2008 een appartement kopen, betaalde je 5, 6, 7 ton in euro's. En daar kon je helemaal niks aan doen. En dus zocht je naar een hypothecair contract, wat er in ieder geval voor zorgde dat de belastingaftrek gemaximaliseerd werd. En allerlei hypotheek tussenpersonen, bankaire medewerkers waren waar wat bereid om met jou mee te denken en ervoor te zorgen dat jij zo min mogelijk belasting betaalde. Nou, dat hebben we geweten. Dit is nog even securitisatie. U ziet dat hier ook, hè. Wat fascinerend is aan deze grafiek is stijging van hypothecaire leningen, gelijk blijven van de spaarinleg. En wat er dan ontstaat is wat in de discussie de funding gap bij banken genoemd wordt. En die funding gap die wordt in Nederland over het algemeen genomen verklaard door te wijzen op de verplichte pensioenbesparingen die Nederlanders hebben, waardoor ze minder spaargeld inleggen dan bijvoorbeeld in Duitsland het geval is. Aan de hand hiervan kunt u zien dat dat dus een volkomen flauwekul argument is, want die pensioenbesparingen waren ook al verplicht voor 94. Nee, wat hier gebeurt is dat men dus inderdaad op hele grote schaal is gaan securitiseren, waarmee men toegang kreeg tot de interbankaire markt. De kopers van die gesecuritiseerde pakketten waren pensioenfondsen uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Verenigde Staten, andere Europese lidstaten, et cetera, et cetera. De omvang van die gesecuritiseerde leningen is pakweg, hè, want dit is aanwas per jaar en dan vervolgens de totale. We zitten op 350 miljard euro. Dat is ongeveer de helft van de totale hypotheekportefeuille van Nederlandse banken. De laatste jaren kan het niet meer verkocht worden en wordt het vooral als onderpand gebruikt om korte termijn fondsen te krijgen van de Europese Centrale Bank. Het gevolg hiervan, dames en heren, en dit is een lijstje waar we niet op willen staan. U ziet hier uitgedrukt totale private schulden afgezet tegen besteedbaar inkomen. Nederland en Denemarken zijn koploper. Nederland is wereldkampioen hypotheekschulden. Nederlandse huishoudens zuchten op dit moment onder hele zware private schulden. Terwijl de waarde van hun onderpand 25% gedaald is en wellicht nog wel verder gaat dalen. Ze geconfronteerd worden met een overheid, ik ga even politiek worden, geconfronteerd wordt met een overheid die op dit moment met haastige spoed probeert om haar eigen begrotingstekort terug te dringen, staatsschuld naar beneden te brengen, terwijl er historisch nog nooit zo weinig aan rentelasten op diezelfde staatsschuld betaald is.
minder dan 2% vijfjarige leningen afgezet tegen private leningen van huishoudens waar 5% op betaald moet worden of meer. Dat is natuurlijk te stom voor woorden. Dit is een lijstje waar we af van willen. Dit is een lijstje waar we op moeten gaan zakken. We zijn bezig met zakken op dat lijstje, maar dat gaat heel erg moeizaam. Een andere consequentie daarvan, ik gaf het al aan, een vaste hoeveelheid woningvoorraad, langer wordende wachtrijen om maar die woning te kunnen kopen, heeft geleid tot enorme opgeblazen huizenprijzen tot aan 2008. Er is niets veranderd aan de kwaliteit van mijn appartement. Het is nog altijd 90 vierkante meter. Het is nog altijd vreselijk gehoorig. En ik heb nog altijd die hele vervelende achterbuurman die om 3 uur 's nachts in zijn achtertuin gaat lopen scharrelen. Maar het pand is ineens 3 tot 4 keer over de kop gegaan in een periode van 15 jaar. En dan hebben we dit. Dit is uit de rapportage van het Planbureau voor de Leefbaarheid zelf. We hebben ook gezien dat door het schrappen in bestedingen van Rijk of van geldstromen van Rijk naar gemeentes, allerlei instellingen, gemeentes bezig zijn gegaan met de ontwikkeling van kantoren, parken, museumkwartieren, campussen, etcetera, etcetera. En dat vooral gefinancierd via gronduitgiften. En ook hier hebben we te maken met een enorme varkenscyclus. Hier hebben we te maken met een varkenscyclus. Niet in de woning, in het woningbestand, want daar is, zoals gezegd, in feite de bouw inelastisch geweest. Maar hier hebben we wel te maken met een varkenscyclus. We hebben veel te veel winkelpanden gebouwd. We hebben veel te veel kantoorpanden gebouwd. En we zitten vreselijk in onze maag met een voorraad waarvan we eigenlijk vermoeden dat die nooit, maar dan ook nooit meer verhuurd gaat worden. En ondertussen zijn er wel leningen voor genomen om dit überhaupt neer te zetten. Wie gaat hier voor opdraaien? En dit is ook hetzelfde verhaal in de residential housing markets, de gewone woningmarkt. We hebben met z'n allen veel te veel schuld op onze nek genomen. We moeten er vanaf, het moet verminderd worden. Maar het politieke spel over hoe die lasten te verdelen, dat is iets wat in Nederland maar heel erg lastig van de grond komt. Omdat iedereen meent, en dit is natuurlijk in Tragedy of the Commons, puur opportunistisch gedrag, dat zij zelf wel de bioscoop uit zullen zijn voordat de brand de hele bioscoop in de fik heeft gestoken. Derde onderdeel, en dit is een hard onderdeel, piraterij. Nederland is, ik mag geen belastingparadijs zeggen, motie aangenomen door Wekers. En Nederland is feitelijk ook geen belastingparadijs, want in Nederland betaal je op het moment dat je winsten boekt als onderneming gewoon keurig 22,5% vennootschapsbelasting. Maar Nederland is wel een hele grote multinationale kapitaaldraaischijf die door multinationale ondernemingen gebruikt wordt om het kapitaal van de ene juridictie door te kunnen sluizen naar die juridicties waar geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. En dan ben je weliswaar geen dief, want dat zouden de juridicties zijn waar geen vennootschapsbelasting hoeft betaald te worden, maar je bent dan toch tenminste een heler. Weer Financial Stability Board. Ik heb het gehad over die bankaire balansen. Maar interessanter op dit moment voor dat derde deel van het Nederlandse verdienmodel is de rode lijn. Other financial institutes. Nederland, zoals gezegd, daar heeft een juridictie waarin de balansen van die other financial institutes groter zijn dan banken. Wat zijn dat in hemelsnaam? Onderzoek van de Nederlandse Bank leert dat dit dus brievenbusmaatschappijen zijn. Kort en goed brievenbusmaatschappijen. Nederland heeft met zijn brievenbusmaatschappijen een belangrijk marktaandeel in de kapitaalstromen die via die other financial institutes beheerd worden. De derde grootste markt na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Van die totale 6,2% marktaandeel in Nederland is volgens de Nederlandse Bank pakweg een derde shadow banking. Oftewel, entiteiten die op de een of andere manier dienen als counterparty, als tegenpartij in complexe financiële transacties. Securitiseren vindt plaats doordat een bank uiteindelijk hypotheken poelt en de pool van hypotheken verkoopt aan een brievenbusmaatschappij. De brievenbusmaatschappij geeft obligaties uit, in Ierland bijvoorbeeld, krijgt geld voor de uitgifte van die obligaties en betaalt dat vervolgens weer terug aan de bank. Die
brievenbusmaatschappij, Special Purpose Vehicle, is onderdeel van dat schaduwbankaire stelsel. Ik schets het heel simpel. In feite een markt, obligatiemarkt, brievenbusmaatschappij, bank. Maar u kunt zich zo voorstellen dat banken om allerlei hen welgevallige redenen het scala van mogelijke opstellingen enorm gecompliceerd hebben. Nederland is dus een hele belangrijke speler in dat type transacties. De rest zijn in hele belangrijke mate brievenbusmaatschappijen die gebruikt worden om, zoals dat dan fraai heet, fiscal arbitrage te doen. Niet belastingontduiking, want dat is illegaal, maar belastingontwijking. Fiscal arbitrage. Nederland is een hele belangrijke markt voor multinationale ondernemingen om dit type strategieën door diezelfde multinationale ondernemingen mogelijk te maken. De totale hoeveelheid kapitaalstromen die op jaarbasis door deze special purpose vehicles, brievenbusmaatschappijen, stromen, is mind-boggling, dames en heren. 12.000 miljard, als je in- en uitkomende stromen bij elkaar optelt, op jaarbasis. Dat is bijna 20 maal het Nederlands bruto binnenlands product. Mijn stelling, dames en heren, en dit is een ontdekkingstocht waar ik middenin zit en waarvan ik hoop dat u dat voor een deel met mij mee wil volgen. Mijn stelling is, dames en heren, dat het Nederlandse verdienmodel, wat bestaat uit deze drie verdienmodellen, door de crisis unsustainable is gebleken. Die exportsector die heeft het veel te goed. Die exportsector wordt uiteindelijk veel te weinig belast vanuit Nederlandse binnenlandse economie. We hebben op dit moment een recordoverschot op de handelsbalans. En het is verbijsterend om te zien dat in de eurozone wel landen aangesproken worden op hun handelsbalans tekort, maar dat de landen met een handelsbalans overschot daar niet op aangesproken worden. Terwijl het natuurlijk evident is dat het overschot van de een is het tekort van de ander. Het tekort van de een is het overschot van een ander. Als je wil naar een eurozone die veel evenwichtiger is en veel meer in balans is, zul je iets moeten doen aan die enorme exportoverschotten van landen als Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Unsustainable. Dat geldt ook voor het piraterijmodel. Vandaag is een senaatscommissie in de Verenigde Staten de CEO van Apple grondig aan de tand aan het voeren over het feit dat Apple niet of nauwelijks belasting betaalt in de Verenigde Staten. Het type fiscale constructies die hier in Nederland door Nederlandse fiscalisten, Nederlandse advocaten opgetuigd worden, verkocht worden op allerlei beurzen wereldwijd, dames en heren, is unsustainable. Mijn voorspelling is dat binnen nu en 10 jaar er een einde is gekomen aan dit type fiscale arbitrage op een aantal bulwarks in Zuidoost-Azië na Singapore, Macau en wellicht Hongkong. Maar in Europa is het weg. Het tweede wat weg is, is dat schuldgedreven groeimodel. We hebben gezien dat dit overheden, semi-publieke instellingen die 160 miljoen leningen hebben genomen om hun campus te kunnen ontwikkelen, huishoudens die meer dan 600 miljard euro aan hypothecaire schulden op hun balansen hebben genomen, uiteindelijk uiterst kwetsbaar maken. Want ook daar kan je geconfronteerd worden, zoals 2008 heeft laten zien, met een plotseling opdrogen van kapitaalstromen. Nederlandse banken hadden deze enorme schuldenberg in Nederland alleen maar kunnen financieren doordat ze die hypothecaire contracten konden doorverkopen aan internationale kapitaalmarkten. Zonder de mogelijkheid om dat te doen was de kapitaalverstrekking beperkt geweest en hadden we nooit gezeten met deze enorme schuldenberg. En het leek allemaal zo mooi in de jaren 90, want we konden het voor een deel consumptief aanwenden. Bootjes all over the place, tweede huisjes all over the place. En nu zitten we toch echt met de gebakken peren. En sommigen van ons hebben de dans ontsprongen, waaronder ondergetekende, die tegelijkertijd zo stom was geweest om maar in datzelfde pand te blijven zitten. Dus die heeft die hele waardestijging nooit kunnen verzilveren. Maar een groot deel van ons, waarschijnlijk niet van ons, maar wel daarbuiten, zit echt met hele grote gebakken peren. En dat gaat, dames en heren, een groot generatieconflict opleveren. Nederland, de oorzaak ervan, als je dus diep kijkt naar waar dit allemaal vandaan komt, dan heeft dat natuurlijk alles te maken met de klassieke positie van Nederland in een kapitalistisch systeem. Nederland is een entrepot-economie.
Nederland, Amsterdam, kijk naar de grachtengordel, dankt zijn welvaart aan het feit dat het een entrepot-economie was. Goed gepositioneerd in lange handelsketens waar het een cruciale intermediaire rol kon spelen. Buying cheap, selling dear. Kocht de graan als het goedkoop was. Je wachtte net zo lang tot er ergens in Zuid-Frankrijk een hongersnood ontstond en je verkocht het voor veel geld. Zo is Nederland rijk geworden. En we doen dat nog steeds. Ik bedoel, als je kijkt naar Haags beleid, het gaat allemaal over het optuigen van rotondes. Een gasrotonde, een energierotonde, een steenkoolrotonde. We zijn een vleesrotonde, hè, de grootste hoeveelheid slachthuizen van heel Noord-Europa in Nederland. En we zijn een kapitaalrotonde. Dat heb ik net laten zien aan de hand van de rol van Nederland in shadowbanking, fiscal arbitrage en wat dies meer zei. Dit, dames en heren, is wat mij betreft unsustainable en dwingt ons om na te denken over hoe wij ons land kunnen herinrichten, onze markten kunnen herinrichten, onze instituties zodanig kunnen herinrichten dat we minder kwetsbaar zijn voor verstoringen in de productnetwerken waar wij deze cruciale posities innemen. Want we zijn... Risico's heb ik al genoemd voor een deel. We zijn extreem gevoelig voor disrupties. Wat ons in de financiële sector overkomen is, dat is zo'n disruptie. Maar als je kijkt naar het paardenvleesschandaal, ook daar speelt Nederland een hele rare, suspecte rol in. Ook dat is zeer gevoelig voor allerlei disrupties. We moeten accepteren dat veel van die productienetwerken die geografisch uitgespreid zijn, dat die zeer complex zijn. Dat die tegelijkertijd ook enorm fragiel zijn en dat die intransparant zijn. We moeten ook accepteren, denk ik, dat het schort aan ketenverantwoordelijkheid. Doordat die netwerken zo ontzettend uitgespreid zijn, intransparant zijn, complex en fragiel zijn, nodigen ze uit tot het... ontwikkelen van een trader mentality. Opportunistisch gedrag. Het gaat er mij om dat ik deze transactie voor mij zo rendabel mogelijk afsluit. En het zal me verder een grote rotzorg zijn wat de externe effecten ervan zijn. Kijk naar de financiële sector. Kijk naar de schandalen met voedsel. Trader mentality. Levensgevaarlijk. Wat volgt daar dan uit? Dit zijn de risico's. Wat volgt daar dan uit? We moeten prudent zijn. De financiële sector moet sterk gewezen worden op het feit dat prudentie iets anders is dan risk management. Prudentie heeft iets te maken met een ethos. Gaat om deugden. Gaat om simpelweg je gut feeling. Nee, dit doe ik niet, want ik kan de risico's niet inschatten. Ook al hebben we prachtige value at risk modellen die inderdaad met een één nummer komen aan de hand waarvan wij kunnen bepalen wat de probabiliteit is dat we 20% van onze balans verliezen. Bullshit. Vertrouw ik niet meer op. We gaan weer prudent zijn. Dat betekent ook dat we voorzichtig moeten zijn. De wereld van morgen kan, hebben we gezien in 2008, totaal anders zijn dan de wereld van gisteren. Extrapolaties werken niet meer. En dat, dames en heren, heeft met name voor ruimtelijke ordening enorme consequenties. We gaan er in Amsterdam nog altijd van uit dat de studentenaantallen maar blijven stijgen. Dat is op dit moment de oplossing voor de kantorenleegstand. We gaan het eindeloos transformeren in studentenwoningen. Gaat dat wel gebeuren? Doe het incrementeel. Universiteit van Amsterdam, 160 miljoen, campusontwikkeling. VU, ook honderden miljoenen steken in de ontwikkeling van een medisch centrum op de Zuidas. Dames en heren, deze instellingen overleveragen zichzelf daarmee en maken zich enorm kwetsbaar voor weer disrupties op kapitaalmarkten. Stel je gaat in zee met Deutsche Bank. Stel Deutsche Bank komt in de problemen. Wat moet je dan doen? Stel dat je derivatenposities inderdaad verliezen op gaan leveren. Stel dat je dus geconfronteerd wordt met publieke druk om dat terug te brengen. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je moet gaan snijden in de geldstromen naar je primaire taken om die vastgoedontwikkeling overeind te houden. Dan ben je toch verkeerd bezig. Dan heb je jezelf toch veel te kwetsbaar gemaakt voor disrupties in financiële markten. Dit is een moeilijke streef naar lobbyresistent beleid. Een deel van het verhaal is dat we te veel
Met z'n allen hoor. Niet alleen politiek, samenleving, journaille, academia. Allemaal hebben we ons veel te veel in de luren laten leggen door de zogenaamde vermeende professionaliteit van financiële partijen. Voor een deel is dit allemaal niets anders dan public image. Dit is marketing. En daarachter, hebben we gezien, gaat in feite een volkomen onderontwikkeld gevoel van prudentie schuil. Dat weten we, nu. Laten we die waarschuwing in onze oren knopen en ons niet opnieuw in de luren laten leggen, verblinden door de vermeende professionaliteit van allerlei partijen. Of het nou vastgoedontwikkelaars, financiële partijen, accountants, fiscalisten of wat dies meer zijn. Dit type professionaliteit, dames en heren, is socially constructed. Zet in op diensteninnovatie in plaats van technologische innovatie. We hebben weer te maken met een recessie en weer wordt er gehoopt op de exportsector om ons eruit te tillen. En dus krijgen we topsectorenbeleid en dus krijgen we dat er weer opnieuw enorm geluisterd wordt naar de lobby van de exportsector. Die exportsector, dames en heren, die kan wel een tandje kleiner. Het is de binnenlandse economie waar de problemen liggen. En laten we nou als samenleving eens inzetten op met name innovatie van diensten. Of dat nou private of publieke diensten zijn die aangeboden worden aan de eigen burgers. Er is een enorme innovatieslag nodig in het onderwijs. Waarom is die er niet? In de zorg, enorme uitdagingen. Laten we niet de zorg en dat soort publieke sectoren wegzetten als parasitaire sectoren. Alsof alleen maar het echte geld verdiend wordt in de private sector. Dat is volstrekte flauwekul. Dat is primitief economisch redeneren. Primitief mercantilisme. Niet doen. Binnenlandse bestedingen export heb ik gehad. De laatste. En dan ben ik klaar. Wantrouw, de peddlers of prosperity. En dit is wel een thema wat mij na aan het hart ligt. Ik ben werkzaam op een geografieafdeling. En op die geografieafdeling zijn met name geografen en degene die naar hen luisteren, weggelopen voor de crisis met Richard Florida, Saskia Sassen, Global City, Peter Taylor, The Triumph of the City, etcetera, etcetera. Deze mensen hebben een beeld gecreëerd van toekomst waarin natiestaten eigenlijk irrelevant waren en waarin het ging om steden die met elkaar concurreerden om volkomen mobiele bedrijven en mobiele werknemers en mobiel kapitaal. Allemaal leuk en aardig, maar in mijn perspectief zijn dit beelden die horen bij mondialisering 1.0, mondialisering voor de crisis. En dit type verhalen hebben bijgedragen aan het soort investeringen wat een stad als Amsterdam, een stad als Arnhem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam allemaal op dit moment aan het doen zijn en waar burgers en steden zelf zwaar onder gaan zuchten. Omdat dat gepaard is gegaan met forse leningen of uitgifte van grondposities waar op dit moment op afgeboekt moet worden. We hebben ons gek laten maken door het idee dat inderdaad Almelo in competitie is met Genève om creatieve klassen binnen te halen. Dat is toch volstrekte flauwekul. En weer, het is misschien enigszins begrijpelijk dat we dat voor de crisis allemaal redelijk en plausibel vonden. Maar na de crisis snappen we toch dat dit praatjesmakers zijn geweest. Dat dit soort verhalen gewoon gewantrouwd moeten worden en moesten worden. We hebben er onder andere aan te danken dat ook de gemeente Amsterdam zwaar ingezet heeft op het stimuleren, faciliteren van een zo groot mogelijke financiële sector. Ja, nou dat was een giftig geschenk zeg. Daar kunnen we blij en dankbaar over zijn. Dus dat is het laatste wat ik u wil meegeven. Wees argwanend ten opzichte van al diegenen die menen dat ze het ei van Columbus hebben. Blijf nuchter. En dat heeft alles te maken met weer ja, die prudentie waar ik het over had. Gebruik je gezond verstand, luister naar je gut feeling. En op het moment dat het eigenlijk te implausibel voor woorden is, dan is het waarschijnlijk ook implausibel. Dank u wel.